En dan moesten ze altijd maar die lange ballen geven. En Adem en Tielis en nu al die gasten, ja, die raakten geen knikken. Nee. Nou, je hebt het beleefd. Laat het even gaan kijken hoe jij het beleefd hebt. Even naar Jan. Dat is leuk voor de kijkers thuis. Jan, die blijft. Lang gewacht, hè? Een paar jaar, man. Een paar jaar, man. Maar op de vraag of je uit je dak bent gegaan, ja, dus je bent uit je dak gegaan. Ik ben inderdaad uit mijn dak gegaan, ja. Maar toen ben je toch niet gaan springen daarna, want iedereen ging springen. Toen was ik even bang toen ik zat te kijken thuis. Dat schaalde in elkaar, viel. Nou, ik zag het al behoorlijk trillen, maar dat ging te gek. Nee, ik ben... iedereen verwerkt op zijn manier. En er stond die televisie aan. En werden die prijzen werden uitgereikt, dan zag ik het beter op tv. Dan ben ik om eentje lekker binnen gaan zitten. Rustig, strategie erbij. Ja, werelds. Maar Wilfred, het is bijna religie, dat Feyenoord. Ja. Want kijk, het is helemaal mijn wereld dat niet. Dat vind je trouwens net als in het nummer, daar zit het ook in. Dat we even van die nummers hebben opgenomen. Dus zeg je, het is bijna religie. Het komt exact hetzelfde uit. Maar... Oh, van onze gouden LP. Dia. Ja, van die gouden CD. Dia. Ja. Ja, waar ze bij de Lidl nog 40.000 in de kelder hebben staan. Voor het geval dat Nederland zich ooit weer plaatst, hè? Nee, maar...